Hallo. Helaas ontmoeten we elkaar nog niet tijdens het Crius Update Live op donderdag 3 juni. Maar op vrijdag 17 september is het dan wel zover. En we hebben nog een hartstikke leuk webinar op donderdag 2 september. We gaan het hebben over innovatie. En dan denk ik gelijk aan anders doen. Want ja, anders kijken naar jezelf als bedrijf, daar begint het toch eigenlijk wel een beetje mee. Wat mij betreft bestaat dat uit verschillende onderdelen. 1 is anders kijken. Dat je als bedrijf anders naar dingen leert kijken. Dat wil zeggen, je afvragen als uitgeverij wie je bent in een sterk veranderende tijd. 2 is anticiperen. Dus dat je als organisatie anticipeert op maatschappelijke bewegingen. Je midden in de maatschappij staat. Je luistert en trends en tendensen ziet. En drive hebben. Dus je als organisatie weet welke waarden je belangrijk vindt en waar je naar leeft. En dat je mensen die bij je werken dat ook weten. En dan natuurlijk het narratief. Een ander verhaal vertellen. Storytelling. Het heeft alles te maken met vertrouwen. Onderzoek laat zien dat het vertrouwen van mensen op veel terreinen gewoon is afgenomen. Dat betekent dat de betrouwbaarheid van informatie, het vertrouwen in de maatschappelijke instellingen is afgekalfd. Maar ook bijvoorbeeld in wereldleiders. Vandaag achten we informatie namelijk diffuus en onbetrouwbaar. Denk aan fake news en vele andere voorbeelden. Ligt er dan voor de uitgeefwereld een taak? Dat wil zeggen, mensen gaan veel meer verwachten van een bedrijf. Ook maatschappelijk. Dus wat zijn jouw antwoorden op complexe of wat complexere maatschappelijke problemen bijvoorbeeld als bedrijf? En ja, hoe zou je ze oplossen en wat vertel je daarover? Nou, er wordt gesteld dat ook bedrijven niet heel erg goed meer kunnen terugvallen op hun oude reputatie. Oud is voorbij, we moeten vooruitkijken. En vooruitkijken betekent ook weer innoveren. Ik grijp even terug naar het ontstaan van wetenschappelijke publicaties. Vond ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld. De oorsprong daarvan ligt in 1665. Henry Oldenburg van de British Royal Society, die richtte de Philosophical Transactions of the Royal Society op. Oldenburg werd daarbij gedreven doordat hij niet de hele tijd tussen die wetenschappers wilde staan. En hij eigenlijk min of meer verwachtte dat ze van elkaar een onafhankelijke stem kregen. Maar daar was wel iets voor nodig natuurlijk. Daar zaten belangen aan vast. Hij wilde heel erg graag dat doordat hij de wetenschappers publiekelijk intellectuele lofbetuigingen liet krijgen, zij zouden komen met hun vernieuwende inzichten op gebied van filosofie. Dan werd het ook allemaal wat minder competitief en dan kon hij er ook een beetje tussenuit stappen. Was dus tweeledig. Enerzijds Oldenburgs belang en anderzijds het wetenschappelijk belang. Maar voor nu gaat dat concreet voor mij over innovatie en anders doen. En dat is mijn vraag aan jullie. Het bedrijf in de rol van maatschappelijk betrokken burger. Dus wie ben jij als Oldenburg zijnde, moet je bijna stellen. En wat is dan de bedoeling van je werk? Hoe anticipeer jij dan op de belangen van enerzijds je publiek en anderzijds wat er maatschappelijk speelt? Het ontsluiten van kennis, betrouwbare kennis. Ook een grappige. Op de Rijksdienst van Ondernemend Nederland las ik een stukje over hoe zij nu geld willen geven aan de uitgeverij van de toekomst. Het gaat daar alleen maar over businessmodellen, op innovatieve producten en diensten, procesinnovatie. Het ligt allemaal, nadruk ligt allemaal op de middelen. Wat mij betreft ligt de nadruk gewoon van innovatie op bedoeling. Dus mijn vraag aan jullie is nu, wie zijn jullie vanuit de uitgeverij bekeken als betrokken burger in de maatschappij? Waar doen jullie het anders dan anderen? En die voorbeelden zou ik nou ontzettend graag van jullie vernemen op donderdag 2 september. En dan wil ik wel eens met jullie sparren over deze rol. Een hele fijne dag.